Hallo, I'm Denise en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video met dit gezicht, dit haar. Ja, ik heb echt helemaal nog niks aan mijn uiterlijk gedaan en dat heeft te maken met deze uitdaging die ik deze video aanga. Ik hou namelijk heel erg van blond haar, grijs haar, roze haar, groen haar, maar ik zou het nooit echt durven doen. Dus vandaar dat ik deze video maak, mijn alter ego. Je zou kunnen zeggen hoe ik eigenlijk zou willen zijn, dat is het natuurlijk niet helemaal, maar ik zou wel heel graag willen zien hoe ik eruit zou zien met roze haar of meer een beetje zo'n peachkleurig haar. Vandaar dat ik deze poster ook in de achtergrond heb gezet. Uiteraard heb ik daar een pruik voor nodig, want ik heb die kleur niet van mezelf en ik ga ook echt niet mijn haar verven. Maar ik heb een hele realistisch gekleurde peachkleurige pruik van Donna Love Hair. En hierbij ga ik deze video een make-up look bedenken die daar perfect bij past en die mijn alter ego matcht. Ik heb al mijn make-up hierachter klaar liggen en ik denk dat we maar gauw aan de slag moeten gaan. En ik begin natuurlijk met wat crème, want je ziet het, als ik begin te praten word ik al gelijk helemaal rood omdat mijn huid zo trekt. En omdat ik zenuwachtig ben, nee hoor. De look die ik in gedachten heb is een soort smoky eye look met een beetje een donker paarse kleur die bijna tegen het zwart aan zit. Maar omdat ik groene ogen heb komen die wat mooier uit met die kleur. En ik denk dat het ook heel leuk staat bij die peachkleurige pruik. Natuurlijk heb ik een beetje op internet gezocht hoe je zo'n look kan maken, want ik ben niet de allerbeste met make-up. Op camera lijkt deze kleur echt totally off, maar in het echt kan ik zeggen dat die geweldig bij me staat. Dit is van de Ethos, nog steeds gebruik ik hem na een jaar. Gewoon een concealer en dit is in de kleur cream. Dat smeer ik altijd een beetje zo met mijn beauty blender. Mijn pruikenliefde is trouwens ontstaan door een aantal meiden die ik op Instagram volg. Ik zal ze hier even in beeld laten zien, om en om. En van de ene twijfel ik of ze een pruik draagt, maar daar weet ik dat ze in ieder geval extensions gebruikt. En van de ander weet ik dat ze echt pruiken draagt, gewoon in het openbaar, in, nou ja, bijvoorbeeld zo'n roze kleur dus. En ik vind dat zo geweldig dat je dat durft en eigenlijk, als je dat wil, moet je er ook gewoon je look van maken. Maar ja, het wordt niet zo geaccepteerd in de maatschappij, heb ik het idee, als extensions een pruik, ja. Tenzij je het natuurlijk om medische redenen bijvoorbeeld, of ja, als je misschien als je dat wel al langere tijd draagt, maar ja, als ik bijvoorbeeld gewoon één dag die pruik opdoe naar buiten, dan denkt iedereen, heb je je verkleed? Dus dat is eigenlijk, vind ik dat heel jammer. Wat vinden jullie daarvan? Want dat zou zo makkelijk zijn, dat je gewoon naar buiten kan een dag als je denkt, nou vandaag heb ik zin en vandaag past dit bij mijn stijl en doe ik deze roze haarkleur op. Dat zou toch heel fijn zijn als dat kan. Ziet er al aardig beter uit, hè? En kijk, past toch wel heel goed bij mijn huidkleur. Dan gaan we nu over naar de poeder, want je weet, ik glim nog steeds altijd ja, als een spiegel, zag ik laatst in de comments staan. Daar gebruik ik rimmelpoeder Steenmat voor 003 Peach Glow. Weet je wat ik trouwens wel vind? Ik ben me nu natuurlijk heel, ja, voor mijn doen overdreven aan het opmaken. Met oogschaduw straks en opvallende lippen en een, zelfs eyeliner, wat ik eigenlijk ook nooit gebruik. Maar ik heb wel altijd het idee dat je met zo'n lichte haarkleur ook wat meer, als je zo licht bent als ik, in ieder geval wat meer make-up moet gaan dragen. Ja, om je niet zeg maar heel flats te laten lijken of weg te laten vallen. Ik heb het daar ook wel eens met vriendinnen over. Want die zeggen dan, ja, dat moet je niet doen, want dan moet je meer make-up op en zo. Misschien denken jullie daar wel anders over. Wat vorm in de gezicht kan dan weer geen kwaad. En daar gebruik ik dit palet voor van de Action. Het Shape & Blush Palette. Ik heb hier ooit een video over gemaakt. Ik denk dat ik hem zelfs eraf heb gehaald. Of in ieder geval op privé heel erg. Toen heb ik deze kleur voor me hier voor je jukbeenderen gebruikt. Maar toen keek ik laatst de video bij Marcia, die ook dit palet nu heeft. En die gebruikte deze kleur om te shapen. Heel erg dus dat ik dacht dat dat die was. Maar hè, van je fouten kan je leren. Dus bedankt Marcia als je dit ziet. Door jou gebruik ik nu de juiste kleur. Een beetje zo. Natuurlijk moet ik dat hier ook een beetje schaduw maken op mijn gezicht. Het is zo'n lekker zachte kwast. Ik denk dat ik wel zo tevreden ben over de shape. Maar dan de blush nog. Dus ik doe heel even op mijn hand. En dan doe ik een heel klein beetje van die roze kleur zo op mijn wangen. Want ik zie er al zo schattig uit. En dan wil ik het niet te roze en lief maken. Zo. Mooi, hè?
Maar dan even wat anders, want ik zei wel net, ja, het is raar. Nee, ik denk dat mensen het gek vinden als ik ineens met mijn pruik de straat op ga. Maar wat nou als ik dat bijvoorbeeld naar een evenement als Viet of zo zou aandoen? Is het dan wel normaal? Omdat je dan, ja eigenlijk niet. Want dan komen mensen om mij te zien en dan zie ik er ineens heel anders uit. Maar snappen jullie wat ik bedoel? Kan het dan misschien wel, omdat je dan misschien meer aan je make-up doet? En misschien is het dan wat meer, wordt het door mensen gezien als het kan? Ja, ik vind dat zo moeilijk. Laatst kreeg ik van een oud collega dit palet van Naked, een highlighter. Daar ben ik zo blij mee, dus dank je wel als je kijkt. Ik breng een klein beetje zo aan. Dat mag wel lekker opvallend, vind ik, met zo'n pruik. Dan hoef ik niet te zeggen dat ik ben uitgeschoten. En ook een beetje bij deze Cupido boog. Ik heb trouwens een hele leuke lipkleur hierbij in gedachten. Een beetje zo'n nude paars kleur. Ik ga eerst mijn oogschaduw doen. En daarvoor gebruik ik dit oogschaduwpalet. Gekregen van dezelfde collega overigens. Van Sleek. Hele mooie kleuren zitten erin. Een beetje aardetinten eigenlijk. En de kleuren die ik ga gebruiken voor mijn ooglook. Dat zijn deze. Die witte hier. Crème kleurig eigenlijk. En dan ga ik hem met deze wat donker paars kleur. Daar ga ik er dan aan de buitenkant wat donkerder maken. Op zich is dit trouwens een look iets minder aangezet die ik nu tegenwoordig opdoe als ik naar een feestje ga of als ik video's opneem. Zo, nu is het klaar. Voor laag nummer 2, ik begin hier en dan werk ik hem langzaam naar boven toe en dan tot ik zeg maar bij dat bot ben en daar ga ik hem op ook nog even heen en weer bewegen. En omdat die pruik straks nogal flats is bij mijn huid, ga ik mijn ogen iets opvallender doen met deze kleur dan wat ik normaal zou doen. En ga ik straks ook eyeliner gebruiken. En over die eyeliner ben ik nogal onzeker, want ik heb nou niet echt overhangende oogleden. Dat nou weer niet, maar ik heb wel van die hooded eyes. Kijk, hier, al dit. Ja, vet zal ik maar zeggen. Het ziet er nu een beetje rond uit allemaal. Die ga ik nu nog lichter maken met die blending kwast. Kijk, zie je het verschil? Een hele verfijnde kleur is het dan. Ik vind hem zo mooi deze. Dan nu nog de eyeliner hier op mijn binnenste, ja hoe noem je dat, mijn waterlijn. Dan heb ik hier van Essence een liquid eyeliner, gel eyeliner. Ik heb dat van Essence omdat ik er gewoon niet goed in ben en ik het niet heel vaak gebruik. Not bad, not bad. Voel je vrij trouwens om eerlijk te reageren hoor hieronder wat je van deze eyeliner vindt. Ik vind het niet erg. Een kritische noot. Nou, je moet het niet met een macro lens bekijken, dus ik ga niet al te dicht bij het scherm. Maar op zich, uiteraard krul ik mijn wimpers nog even. Hier ben ik al erg blij mee, maar ik moet mijn ooglook nog helemaal afmaken door mijn wenkbrauwen even aan te zetten. Dat doe ik met dit Benefit potlood. Dan de finishing touch van de make-up look. Deze super matte liquid lipstick van Primark. Nummer 7, Candle. En die staat heel mooi volgens mij bij deze oogschaduw. Ja. Kijk, zie je, het ziet er best wel droog uit. Dat is een beetje een minpunt, maar die kleur is geweldig. En dan het leukste gedeelte van deze video vind ik tenminste de pruik. Ik ga hem voor jullie opzetten. Eerst ga ik natuurlijk een haarnet in mijn haar bevestigen. Ik doe trouwens even een duimpje omhoog nu op dit moment als je zin hebt dat ik mijn pruik op ga zetten. En vergeet natuurlijk niet te abonneren hier beneden, want ik kijk zo uit naar 100.000 abonnees. Dit vind ik al geweldig hoor, daar niet van. Maar 100.000 is natuurlijk wel de mijlpaal. Oeh, die kleur. Geweldig. En hou je vast voor hoe ik eruit ga zien. Want dit is een lachertje hoor jongens. Kijk eens even, daar gaat mijn haar. En dan doe ik hem zo dicht mogelijk bij mijn haarlijn. Nou jongens, Humpty Dumpty. Staat dit niet leuk? Oké, the moment of truth. Ik ga even met mijn hoofd naar beneden. Dan doe ik hem snel erop en dan gooi ik hem zo naar achteren. Huppatee. Kijk die kleur. Wat een geweldige kleur. Ik vind het niet zo leuk dat die scheiding in het midden zit. Maar
omdat hij zo realistisch is, kan ik gewoon, kijk, doen alsof het mijn eigen haar is. Dit zou gewoon serieus mijn haar kunnen zijn, maar dan geverfd. Een beetje zo droog en niet heel krullend. Ook niet heel stijl. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ga even wat close-up looks voor jullie in deze video stoppen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Dankjewel voor het kijken. Laat me zeker ook even weten wat jullie van dit soort video's vinden. Dan kan ik er meer maken. Ik heb nog 3 pruiken in de wachtrij, dus jullie wil is wet. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer om 4 uur. Tjalaas!